Vandaag is mijn birthday party, so that means dikke vlog. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Een verjaardagsvlog, weliswaar. Nu gaan we winkel en nog eten kopen. Let's go. Oké, het feestje is begonnen. Ik heb al een beetje Châteauneuf du papé. Je moet dat altijd eerst raken, dan horen en dan ook nog eens zien en het ziet blauw en dan pas drinken. Sinds een dag of twee, baasjes om de vrouw. Oké, dus ja, mijn haartjes zitten in een staartje. Ik ben gewoon de hele tijd vergeten te vloggen. We hebben lekker geschapt. Nu zijn we beneden nog aan het poelen en aan het schakelen. Ik ben even naar het toilet gegaan. Maar over een anderhalf uur ben ik gewoon 15 jaar. De riet in de cinema ga ik proberen te filmen. Misschien vergeet ik het weer, maar... In de volgende shot zit ik waarschijnlijk in de auto of in de cinema als ik het vergeet. Maar het moment dat ik ga aftellen en dat ik 15 jaar word, gaan jullie zeker zien. We gaan naar de film Escape Room 2. Dus, Kijk jongen, ik heb een palmboompje. We zitten in de cinema. Hey mensen! Abonneer. Ik heb Tori ook uitgenodigd. Hè. Ja, Tori komt ze bieden, even vertragen. Ja, Fleur komt. Het begint, hè? Ik ben 2 of ja. Ik heb zo'n 1 of 2. Oh. Amai, ik ben echt op het perfecte moment beginnen. Amai, dat is echt. Doe wel een klein beetje stil voor de andere mensen. Pep. Dames en heren, wil jullie ook zo grote ballen hebben? Dan moet je met dit zo doen. Kijk maat, ik heb nu een keikoole bak. Daar gaan we heel fappen van, hoor. Wat? Ik ben echt niet bezig. Die naar school, hè? Wacht. Oh, mij dat is lekker. Ik heb zo ook geen enkel popcorn in mijn mond. Wist je dat nu pas echt het feestje begint? Ja. Gaan we zien, maar begint het pas. Ja, ik kan die net een appelijk beurt geven. Zie maar. Het is wel een kakkel startje. Wat, ik heb dat niet door? De loser had gewoon nog niet door dat ik een staartje in mijn haar had. Ja, daarnet wel, maar niet deze mensen. Maar zo zie je dat ook niet, maar dan doe je niet zo. En dan zie je eerst een dikke palmboom, zo ja. Nou, wij gaan lekker genieten van de film. Probleem in jezelf, je moet ook betalen als er problemen zijn. Ja, hij moet zelfs betalen als je problemen hebt. Nog 13 minuten. En ik ben 15 jaar. Ja, ik ben 15 jaar. Ik ben nu al 3 minuten 15 jaar. Kijk cool, ook al zie je niks. Kijk cool. Oké, de film is gedaan. Thibaut, wat vond je van de film? Ja, ik ben er eigenlijk al klaar mee. Dit is een...
Dus er zat een bin in de film en we hebben heel een tijd woordgrappen over zitten maken. Maar nu... spanning nu. Oké, we gaan naar huis, Oh, wanneer, Stop! Ja. Ja, je ziet het niet zo goed, maar er Je vraagt je waarschijnlijk af, Dinant, wat is er nu weer gebeurd? Gebeurt veel op een dag, hè? Veel. Thibaut was bezig in de tent, want we gaan niet tenten slapen. Allee, slapen weet ik, I don't know. Het is nu ook weer al 4 voor 2. Dus veel slapen kan ik waarschijnlijk al niet doen. Thibaut was spul in zijn tent aan het leggen en de Maurice. Wauw. Helpen, zou ik maar zeggen. En toen Thibaut duwde Maurice weg. En dan is er in Maurice. In Maurice en hand. Ja, logisch, logisch. Was er in ten Thibaut zijn hand gebeten. En daarom zijn we nu bij spoed. Maar ook voor bacteriën eruit te halen. En te zien of dat die wonde diep is. Dus, We zijn echt al een half uur later, hè. Ik verveel me zo dood. Niet normaal. Ze zijn nu aan het wachten op een dokter. Maar die wil niet komen. Maar het ziet er goed uit. Zei papa. Dus. Dit is officieel de eerste video met mijn gezin. Nieuwe camera. Kijk jongen, deze oude weg. Maar die is zo breder, hè. Zo. Het is toch breed, hè? Kom in zoomen. Maar. Je kunt het! Kom aan, Tristan! Zingen! Happy birthday to you! Maurice! Amai! Als het zo lang gaat duren als de Lin met zijn tot op web, dan zit we hier nog niet. Weet wat dat gaat doen? Als jij op dat echt nog iets wilt doen, dan mag ook. Allee, maat! Zeg dan toch op zijn meest gelukkige verjaardag! Amai, dat was echt gemeend, hè. Nu gaan we lekker chappen. Nou, heb jij genoten van deze video? Vergeet dan zeker niet te liken. Te abonneren. Ik ga nu lekker slapen. Want, ben wel moe. Het was een beetje een rommelig vlogje. Weet ik ook. Maar hopelijk vonden jullie toch tof. Dus, Pap. Ik had iets keikools opgemerkt met mijn gezin. Kijk, hè. Nu zien jullie me zo.
En nu sta ik gewoon onderuit. Dat is toch kei cool. Dat is toch nice, kei cool. Thuis, wat vinden jullie van mij? Dat is fucking mooi, hè? Kijk, hè, mijn beeksels.